We benadrukken veel dat handel belangrijk is en dat dat goed is voor alle partijen, ook voor Oekraïne. Wat we daarbij vergeten, dat is dat de industrie in Oekraïne heel erg verouderd is ten eerste en helemaal gericht is ook op de Russische markt. Bijvoorbeeld de productie van Antonov vliegtuigen of het maken van motorinstallaties voor grote boten enzovoorts. Heel veel van de normen en standaarden die de Europese Unie in de afgelopen 20 jaar geleidelijk aan heeft ontwikkeld, die zijn niet van toepassing op de producten die in Oekraïne worden gemaakt. En vrijhandel, hoe mooi het ook klinkt, zal leiden tot een faillissement van al die productie en industrie in Oekraïne. Op dezelfde manier dat de Trabant failliet ging na de val van de muur en iedereen tweede, derde, vierdehands Volkswagens liever wilde kopen dan dat. Op dezelfde manier zal in Oekraïne, als gevolg van dit verdrag, en dat zien we nu al, we zien de economie totaal kelderen, de hele productie en de hele maakindustrie failliet gaan en verdwijnen. Het leidt dus tot heel veel werkloosheid, tot heel veel economische problemen. En wat een land in opbouw als Oekraïne nodig zou hebben, dat is hetzelfde als wat de Amerikanen Zuid-Korea en Japan hebben gegund na de Tweede Wereldoorlog, namelijk een periode van protectionisme, waar geleidelijk aan tarieven worden afgebouwd, zodat het land langzaam maar zeker kan gaan wennen aan nieuwe standaarden, kan gaan wennen aan de productiemanieren zoals dat in Europa inmiddels al jaren gangbaar is. En wat we nu doen is een soort kapitalistische roofbouw, waarbij we een land in feite met een soort shock helemaal openstellen aan veel geavanceerdere producten. Het zal leiden tot een enorme crisis, waarna westerse bedrijven, multinationals, de boel daar kunnen opkopen, leegkopen. En de mensen die daar echt de prijs van betalen zijn in de eerste plaats de Oekraïners en vervolgens de Europeanen, omdat door het visumvrij reizen massale stromen, miljoenen Oekraïners naar Europa zullen komen om hier als goedkope arbeidskrachten aan de slag te gaan. Oekraïne zal wat dat betreft dus leeglopen, economisch, maar ook in termen van bevolking. En wij krijgen met heel veel problemen te maken. Dus het is niet goed voor geen enkele partij.